is er in absolute zin een terrorist? Dat hangt af van je definitiekwestie. Tot 2004 was er in Nederland helemaal geen definitie van wie terrorist is. Dat is pas in 2004 gekomen. En dat is gekomen na 9-11. Net voor trouwens de moord op Theo van Gogh. En toen ontbrandde in Nederland die discussie. Wie is er nou een terrorist? Zijn dat enkele radicale uitwassen? Mensen die een draadje los zit in hun hoofd? Heeft het te maken met psychologische stoornissen? Zijn het hele rationele mensen? Zijn het mensen die hele extreme gedachten erop nahouden? Of zijn het sowieso mensen die orthodox zijn en monotheïstisch? Dat is ook wel gezegd. Dat betekent dat niet alleen orthodoxe moslims, maar ook orthodoxe christenen in principe gevaarlijk zijn, bedreigend. Want ze geven aan God de voorkeur boven de democratie en het compromis. Monotheïsten zijn zijn niet tot compromissen bereid. En je ziet dat er wel een heel erg debat is ontstaan wereldwijd. Ook een soort polarisering. Tussen, je hebt gematigde mensen, secularisten. En je hebt mensen die zijn gelovig. En of het nou boeddhisten zijn of moslims of misschien ook radicale christenen. Dat leidt onherroepelijk tot geweld. Even heel gechargeerd. Nou is het ook zo dat er ook wel orthodoxe protestantse christenen zijn die naar geweld hebben gegrepen, ook in de recente geschiedenis. In Amerika heb je de White Militias, zelfs de Ku Klux Klan. Dat is een rechtsextremistische groepering in Amerika. Die namen ook zijn toevlucht op bijbelteksten, dat waren ook protestanten. Dus het is een hele lastige vraag. Gelovigen zeggen daarentegen juist vaak van ja. Maar iemand, moslims, die zeggen ja, jihadisten, dat zijn juist geen gelovigen, want dat wil Allah helemaal niet. Christenen zullen ook zeggen van ja, een terrorist, dat is iemand die gaat op Gods rechte stoel zitten. Dat mag niet. Dus het ligt heel erg af van ja, het perspectief van degene die bepaalt of iemand een terrorist is. En ook van de terrorismeverdachte zelf. Maar er zijn wel kwantitatieve berekeningen van terrorismewetenschappers. Waaruit voortvloeit dat als er terroristische daden worden gepleegd in de naam van Allah, recentelijke jihadistische aanslagen, zijn daar meer slachtoffers mee gemoeid gegaan. En als je gelooft in een totalitair wereldbeeld en een hiernamaals, dan ben je misschien eerder bereid met een soort Armageddon van terroristische aanslagen dat dichterbij te brengen. Ik weet niet of ik daarin geloof. Er zit duidelijk een relatie tussen terrorisme en geloof, maar er zit ook een relatie tussen terrorisme en ideologie. Is terrorisme rationeel? Is het irrationeel? Ik vind het een lastige vraag. Ik denk wel dat mensen uit een bepaalde geloofsgemeenschap waaruit terroristen voortkomen, of waar terroristen zichzelf omgekeerd mee afficheren, of dat nou de islam is, of het christendom, of het marxisme-leninisme in de jaren 70, dat bij de andere mensen uit die geloofsgemeenschap, die daar weliswaar afstand van nemen, dat daar toch een zekere verantwoordelijkheid bij berust om dat duidelijk te maken. Zoals ook gematigde imams in Nederland en ook wereldwijd hebben gezegd, ja, wij keuren jihadistisch geweld af. Dus je moet dan niet een soort van besmuikte begrip daarvoor gaan uitspreken. En zo vind ik ook dat in Amerika, tegenover die white militias, dat ook ja, hele, laten we zeggen, radicale evangelische gemeenschappen ook daar nadrukkelijk afstand van zouden moeten nemen.